We staan hier aan het begin van de Antonie Fokkerweg. Een plek waar wij vorig jaar januari zijn begonnen met het bouwen van dit project. En nu, precies een jaar later, is het project gereed. We zijn heel erg trots op wat wij hier met elkaar gerealiseerd hebben. Trots op de Heijmans collega's en de partners die allemaal hebben meegewerkt aan het ontwerpen en het realiseren van dit project. Het spannendste deel van het project was toch eigenlijk wel het viaduct over de A6. Een viaduct met een lengte van 76 meter. Daarnaast nog een ecologische duiker van 84 meter. We hebben dat allemaal in 7 weken tijd gerealiseerd. En daarmee hebben wij de overlast voor de weggebruikers op de A6 zoveel mogelijk proberen te beperken. En dat is aardig gelukt. Corona heeft ons daar een heel klein beetje mee geholpen, want daardoor was het wat minder druk op de weg. Maar corona heeft natuurlijk ook voor heel veel uitdagingen gezorgd. En ik wil echt de complimenten aan alle medewerkers van het project geven voor hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen om dit project dan toch succesvol te realiseren. Hetgene waar wij nog het meest trots op zijn als Heijmans, is dat wij op dit project 0 ongevallen hebben gehad. En dat is iets wat we eigenlijk op al onze projecten willen realiseren. Ik wil ook de provincie Flevoland en Rijkswaterstaat bedanken voor de ontzettend prettige samenwerking. Op basis van die samenwerking hebben we met elkaar een succesvol project weten te realiseren. Binnen planning met een heel mooi resultaat. Iets waar we echt trots op kunnen zijn. De sleutel die nodig is om het onderhoud aan de installaties aan de weg te kunnen doen, wil ik overdragen aan de provincie Flevoland. Ik geef hierbij de sleutel aan Jan de Reus van de provincie Flevoland. Dankjewel Sander. Heel blij dat ik de sleutels in ontvangst mag nemen van jou. Want jullie hebben als Heijmans een fantastische klus geklaard in korte tijd. Namelijk het aanleggen van een viaduct, aansluiting 9 op de A6 en de verbindingsweg vanaf de A6 tot aan de Lasserweg. Dat is een mooi project geworden. Daar wil ik jullie voor bedanken. Maar ik wil ook bedanken onze omgeving. Dat zijn namelijk de boeren die hier wonen en werken. Want het is geen sinecure als de overheid bij je langskomt en tegen je gaat zeggen: we willen een deel van je grond hebben, want we gaan een verbindingsweg aanleggen. Na de eerste schok hebben jullie allemaal constructief meegewerkt en het resultaat mag er zijn. En daar wil ik jullie voor die positieve grondhouding wil ik jullie bedanken. Dank jullie wel. Deze verbindingsweg, de N727, is ontzettend belangrijk voor Lelystad. Hij ontsluit aan de ene kant Lelystad Airport Business Park, aan de andere kant van de A6 Zuiderpark. En die weg die gaan we ook doortrekken naar de Buizertweg en de Westerdreef, zodat er een betere ontsluiting voor Lelystad komt. Dat is ook nodig omdat afslag 10 helemaal begint vast te lopen. Dus wil je vooruitkijken, dan moet je nu al een aansluiting realiseren. Dat hebben we bij deze gedaan. En ook het vliegveld kan hiervan gebruik maken. Beste Erik, ik ga jou deze sleutel symbolisch toewerpen, want hierbij is het viaduct weer van Rijkswaterstaat. Dus ik draag hem weer aan Rijkswaterstaat over. En ik wens iedereen die gebruik maakt van de Antonie Fokkerweg vele veilige kilometers. Ja, dank je Jan. Dank voor de sleutel en dank voor de goede samenwerking van dit project. Wij zijn ook heel erg blij mee met dat de provincie Flevoland en Heijmans de aansluiting 9 zo mooi hebben opgeleverd. Het ligt er heel strak bij en op deze manier is het verkeer op de A6 ook veel beter verdeeld over aansluiting 10 en 9. Deze samenwerking smaakt naar meer en we hebben elkaar de komende tijd ook goed nodig om als één overheid te werken aan het project Almere Lelystad, waarbij we de A6 nog willen gaan verbreden. Nou, op deze manier kunnen we alleen maar goed werken door samen te werken aan veilige kilometers op de weg.